Welkom iedereen en dank voor jullie interesse in onze nieuwe attractie Wakala. Vorig jaar konden we op quasi dezelfde datum eigenlijk Billewaarde Aquapark openen. Het was 1 juli en toen konden we de investering van 17,5 miljoen euro in Billewaarde het aquapark aankondigen. Nu, een jaar later, Wakala, een investering van 7,5 miljoen euro. We zijn daarop trots dat onze aandeelhouders, Compagnie de Zalp, geloven in onze site en grote investeringen op in volgend durven doen. Wakala is een investering van 7,5 miljoen euro die niet zomaar tot stand gekomen is. Het is de grootste investering in 20 jaar in één attractie en we hebben vooral op maat willen werken voor onze families. Onze families hebben terecht hoge eisen en in deze attractie kunnen kinderen vanaf 1 meter groot deelnemen aan de beleving samen met hun ouders. Toch een vrij avontuurlijke attractie, waar dat we ook het juiste evenwicht tussen attractie, natuur en decoratie hebben trachten te vinden. We zijn trots op het resultaat neergezet door onze technische diensten, zonder wie dit niet zou mogelijk zijn. De cultuur van de Canadese Kwakiutl-Indianen matchte perfect met onze attractie, met deze omgeving, de natuurrijke omgeving en onze vijver. Deze Indianen, de Kwakiutl-Indianen, afkomstig van het noorden van Canada, hadden een sterke link met de natuur, met bos en vooral ook met water. Dus dat was perfect om eigenlijk onze decoratie af te stemmen op deze Indiaanse cultuur. En een van hun legendes vertelt het verhaal van Wakala, een Indiaans stamhoofd die eigenlijk honger had naar veel kennis en die met zijn kalo eigenlijk de wereld kon verkennen. Plotseling begon hij te zweven en kon hij veel kennis opdoen over de natuur, over de ganse wereld, die hem toch wel heel nieuwsgierig maakte. Hij heeft dat ook gedeeld met zijn mede-Indianen. En die vele totems die u zal ontdekken, hier vooraan bijvoorbeeld en langs het parcours, dat zijn symbolen van dank van de Indianen naar de goden toe voor die opgedane kennis. Dus die Wakala die heeft 3 treinen, dus eigenlijk 3 kano's, waarin dat onze bezoekers, onze families kunnen plaatsnemen om eigenlijk op die manier tussen de bomen heen te razen en te eindigen op de vijver, de link met water, en dan terug te keren. Die 3 kano's, die 3 treinen, kunnen 20 personen per keer vervoeren en in totaal een capaciteit van 1000 personen per uur realiseren. 1000 personen per uur, dat is een van de grootste capaciteiten die we hebben in het park, omdat het heel belangrijk is dat de families massaal deze attractie kunnen doen, want die is perfect afgestemd op onze doelgroep. Die hoge capaciteit zal nodig zijn, want er zijn comfortabele en vloeiende bochten overal, geen shocks, geen schokken onder de weg. Het is een perfecte geometrie, perfect afgeleind. Er is zand in de spoordelen aanwezig, dus alle sporen die zijn opgevuld met zand om eigenlijk het geluid te dempen, om trilling te voorkomen, dus ook voor het comfort van de bezoeker. We hebben een kruising die u wat verder ziet met Dawson Duel. Er is een interactie met een andere attractie hier, een belangrijke attractie in de Canada-zone. We hebben 2 liften, ook de eerste attractie in Billewaarde met 2 liften. Dus hij start omhoog, doet dan onmiddellijk de kruising met Wakala. En dan hier, net voor, is er een tweede lift waarbij er een lichte versnelling is. Dus de mensen gaan eigenlijk op de lift komen en een lichte versnelling meekrijgen. Een familiale trillversnelling, zonder te overdrijven, opnieuw om het toegankelijk te maken voor kinderen vanaf 1 meter. Wakala eindigt, de kanorit eindigt op de vijver, op een antenne, gaat hij omhoog en keert hij achterwaarts terug op een comfortabele manier. Ook een speciaal effect voor de families, maar er zijn geen loopings. Het is een attractie zonder loopings, omdat we echt wel mikken op de families en op het comfort. Het comfort dankzij de snelheid van maximum 50 km per uur. Dat zorgt ervoor dat er geen krachten beperkt zijn en dat die toegankelijk is voor quasi iedereen. Enfin, de beste manier om jullie te overtuigen is jullie straks een testrit te laten doen. Dat is beter dan het hier te staan vertellen. Dus ik hou jullie straks niet langer in suspense. Ik wil nog eindigen met de reden waarom dat Billewaarde investeert in nieuwe familiale belevingen. Wakala past namelijk perfect in ons plaatje en in onze strategie en het realiseren van onze missie. Het aanbieden van plezier en avontuur in een natuurlijke omgeving waar families en vrienden samen authentieke en onvergetelijke momenten kunnen beleven.
Daarvoor doen we het, daarvoor doen we alle investeringen in Bellewaerde. Echt, hè?